De Nederlandse shorttrackers behoren in de jaren 80 tot de besten van de wereld. In 1988, op de Olympische Spelen van Calgary, wordt zelfs goud gewonnen. Maar shorttrack is dan nog maar een demonstratiesport. Belangstelling, laat staan erkenning, is er niet of nauwelijks. Jeroen Otter, bondscoach van nu, is een pionier van toen. Die zijn eigen schaatsen in elkaar moest knutselen. Rare jongens, die shorttrackers, vond men toen. In landen met weinig of geen 400 meter banen is shorttrack populair. Zoals Engeland, Italië en België. Dit zijn beelden van het Belgisch kampioenschap in 1969. Halverwege de jaren 70 krijgen vier Amsterdamse lange baanschaatsers een uitnodiging om mee te doen aan een schaatswedstrijd in Brugge. Oh, hier is historie, jongens. Nou, vertel maar, wie zijn dat? Dat is Jan van der Roemer, Gijs Reineveld, Jan Verduin en dat ben ik. En dit zijn de eerste Nederlandse shorttrackers ooit? Dat zijn de eerste Nederlandse shorttrackers ooit. En die foto? Ja, dit is volgens mij genomen in Leiden op de Tom Menkebaan. En ik denk dat dit in de periode dat wij demonstraties maar deden. We gaven toen in die beginperiode demonstraties van wat het was. En het was naar aanleiding dat wij toen uitgenodigd waren in België. En zo hebben jullie de sport hier naartoe gebracht? Ja, precies. Ja. De Tom Menkenbaan in Leiden kan worden beschouwd als de kraamkamer van het Nederlandse shorttrack. Latere toppers als Charles Veldhoven en Peter van der Velde worden hier ontdekt door de man die achteraan loopt, Wim den Elzen. Vanaf het moment dat de Amsterdamse schaatsers midden jaren 70 een shorttrack demonstratie geven in Leiden, raakt den Elzen enthousiast. Zo. Samen met een aantal andere langebaanschaatsers heeft hij veel trainingsuren gemaakt om letterlijk de slag te pakken te krijgen. Wij waren natuurlijk net opkomend, dus voor onszelf was het belangrijk dat we daar dus veel tijd en aandacht aan besteden. Want anders werden we eraf gereden. En in het eerste jaar hadden we niks te vertellen tegen de Roemer en tegen Rollers Gibrandi. Want die gingen ons links en rechts om de oren. Maar ik ben er nooit zo bang voor geweest. Ik zeg, jongens, als we blijven trainen en hun trainen minder, dan draait het vanzelf om. Tijdens het Open NK in 1977 doet den Elzen mee namens Leiden en Rollers Gibrandi namens Amsterdam. De Nederlanders merken dat ze tegen de buitenlanders geen schijn van kans maken. Zo werden op de ijshockeybaan van het Jaap Edenstadion in Amsterdam telkens vier rijders op weg gestuurd voor een individuele race over vier ronden. Als onderdeel van het Open Nederlandse Shorttrack kampioenschap. Het gaat bijzonder snel en het is zaak om niet tegen de wand aan te vliegen. De man in het wit is de Brit Harold Sprague uit Birmingham. Een zeer snelle en bovendien een fraaie stijlrijder. In dezezelfde rit ging de Nederlander Kees Boer onderuit. Bij shorttrack gebruikt men noeren die iets korter en hoger zijn dan die van de langebaanrijders. Nou, ik zag op een gegeven moment dat die ijzers van die schaats die stonden bij die Belgen stonden al de bocht in. Ik denk, hoe krijgen ze dat nou voor elkaar, joh? Ja, dat was een beetje allemaal aangeknutseld. Ik denk, ja, maar ze rijden wel hard die bochten door. Ik zeg, daar moet ik wat anders mee gaan doen. Ja, daar heb ik nog wel tekeningen van toen de tijd gemaakt. Dit was mijn idee om een verstelbare schaats te maken voor het shorttrack. En hebben die ook gemaakt, die schaats? Ja, nee, die schaats heb ik zelf niet gemaakt. Want het langebaanschaats nam de overhand. Dus dat is op een gegeven moment gewoon bij mij in een boekje beland en nooit meer nagekeken. En nee, daar deed je voor de rest helemaal niks meer mee. Dat de langebaanschaatsen niet voldoen is wel duidelijk. De rijders slaan begin jaren 80 zelf aan het knutselen. Naast Jeroen Otter is de belangrijkste doe-het-zelver Menno Boelsma. Hij is niet alleen een tamelijk groot schaatstalent, maar heeft ook twee rechterhanden. Boelsma ontwikkelt uiteindelijk een schaats met verstelbare ijzers en een op maat gemaakte schoen. De eerlijkheid gebiedt, de basis van zijn concept is gestolen. Gestolen van Gaëtan Boucher. De Canadees wordt in 1980 wereldkampioen in Milaan. De schaatsen waarop hij rijdt houden de Canadezen angstvallig geheim in speciale koffertjes. Menno Boelsma en Wim den Elzen, die namens Nederland meedoen aan dat WK, besluiten het geheim te ontrafelen als de Canadezen aan het eten zijn. En toen hebben wij eens eventjes dat koffertje geopend en eens even gekeken wat daarin zat. En toen was al duidelijk dat dat hele andere schaatsen waren dan waar wij op rijden.
Jij hebt hem gewoon gespioneerd? Jij hebt gewoon ja. Stiekem in de koffer? Hij wilde ze niet laten zien. Ik denk, ja, als jij zulke schaatsen hebt en wij rijden dan op zulke schoenen, ja, dat is allemaal slap. En als je dan zo schuin gaat, ja, daar kan je nooit van winnen. Er is geen eerlijke concurrentie meer. Dus ik denk, joh, dat vind ik niet sportief. Dus ik denk, ik moet het weten. Dus ik heb het eruit gehaald. En toen we eruit hadden, aantekening gemaakt, foto's gemaakt, alles doorgekeken. En toen zijn we ze zelf gaan maken. Nou. En die koffer teruggedaan in die tas? Ja, dicht gedaan. En hij had nooit wel gemerkt, net gehad. Heel voorzichtig dat alles in dezelfde plek stond klaar. Gaëtan Boucher, die wij vooral kennen als 1000 en 1500 meter specialist van de lange baan, reageert laconiek als hij hoort dat de Nederlanders stiekem zijn schaatsen hebben bekeken. I never really cared because I've always thought that we had other members on the team that had the same skates and I could still beat them. So for me it wasn't so important. But you get the Dutch skaters that find out how the skates are made and then they improve, then it's better because the sport evolves and then you get more and more competition and people start to accept the sport a little more. So I think it's good, yeah. In de kelder van het ouderlijk huis van de familie Boelsma in Nooddorp gaat Menno aan de slag met de gestolen kennis. Zijn broer Ger, die ook schaatst, fungeert als model. Menno weet de schaats zo te perfectioneren dat veel shorttrackers op een Boelsma gaan rijden. Maar een beetje mengen? Ja. Van wie was die mixen? Van mijn moeder. De conventionele Nooren die voldeden gewoon niet op de short track. Bepaalde snelheden, dan vloog je gewoon de bocht uit doordat je schoenen op het ijs kwamen. Dus toen zochten we echt naar iets stevigers. Ja, dat was een schoen voor polyester. En die waren toen nog niet op de markt. Ja, nou snij je met het mes tot aan de voet van Ger. Ja. Om te zorgen dat die gipsdelen los van elkaar komen. Nou zit je bij de tenen. Ja. Ik doe niks hoor. Laat hem even zien. Kijk uit. Zijn we nou keurig? Jeetje. Je hebt het niet verleerd, moet ik zeggen. Nee. Ik denk dat dit heel erg belangrijk is geweest. Als wij nog steeds op onze oude leren omgewerkte lange baanschaats hadden gereden, dan hadden we dat nooit kunnen bereiken. Dus, dit is de basis. Dit is wel de basis. En wat Jeroen heeft gedaan in het noorden, want hij zat natuurlijk in Amsterdam, wij hier in het westen. Ja, dan hadden we echt ons hele team reed op deze schaatsen. En toen ging het ineens. Ja, dat is, dan konden we de aansluiting met de top van de wereld konden we toen maken. Ja. En zelfs nog beter worden. Je had de gipsafdruk. Die dus, dat is weer een positief van het negatief dat je verkregen had door in die bak te gaan zitten. Dan pakte ik de polyester de epoxy met de matten. Eerst een mat glasvezel, deed ik altijd eerst onder, als basis. En daarna twee of drie lagen Kevlar. En daarna was het een kwestie van het positief weer uit de schoen slaan, als de schoen hard was. De schoen ging trouwens in de oven om te harden. En die oven, waar is die dan? Die is boven in de keuken. Ja, de braadkip die moest er even uitgehaald worden. En dan, op het moment dat mijn schoenen klaar was, dan kon dat proces niet gestopt worden. En dan moest die schoenen in die oven. Dus wat er ook anders in lag, of een braadkip of een lekkere appeltaart. De schoenen gingen gewoon voor. Kwamen dan deze modellen eruit? Die kan ze voor de lange baan ook gebruiken, geen probleem. Dus een super, hij weegt helemaal niks.
Dus onvoorstelbaar. En het is de hele ontwikkeling in de schaatsport geweest. De blending die we deden, die ronding eraan geven. Ja, dat kwam allemaal uit de short, want dan kon je de bocht beter maken. Nou, we waren echt pioniers en allemaal. Het is een groepje jongetjes. Ja, geen marathon of lange baan schaatsen ditmaal op je buis. Maar aandacht voor een zeer ondergewaardeerde tak van de schaatsport, short track. U ziet beelden van de Interland tegen Engeland. Vorige maand verreden in Solihull bij Birmingham. De Nederlanders zijn slecht gestart, de Engelsen voorop. En u ziet dat de nummer 2 van Engeland een gat probeert te laten vallen. Waardoor de nummer 1 een kleine voorsprong kan nemen. Dat nu gedicht moet worden door de Nederlander Menno Boelsma. Hij kruipt er naartoe en dan is het zaak om die binnenbocht te houden. Want daar kun je de winst pakken. U ziet dat hier gebeuren. Hij komt binnendoor. Ja, en dan ben je meestal al geklopt. En vooral als het Menno Boelsma is, want hij behoort tot de betere in de wereld. Voor mezelf maakte ik altijd schaatsen. En die werkte ik niet af. Die waren gewoon heel ruw van buiten. En voor de rest, die maakte ik allemaal keurig. Plamuurde ik die af en spoot ik die. En met hun eigen strijkpink erop. Je maakte die concurrent eigenlijk beter. Ja, maar ja, je kon natuurlijk niet maken dat je voor een concurrent zulke slechte schaatsen maakte dat ze de eerste bochten in de boarding lagen. Dus nee, daar waren ze allemaal heel erg blij mee. En vandaar dat het ook een aanzuigende werking had op allerlei rijders uit de hele wereld eigenlijk. Zelfs uit Australië. Als ze hier dan wedstrijden hadden, kwamen ze hier een afspraak maken om hier in de kelder te zitten en een afdruk te maken. En 3 maanden later hadden ze per post de schaatsen.